woord van het weekend. Ja, hoor ik natuurlijk gewoon bij Studio Sport. Bureau Basazitoglu en dan Jurgensen aan het shirtje gepakt. Overtreding, penalty, ik zeg Kuit. Ik zeg Kuit, ga voor de hat-trick. Frank Snoeks bij de wedstrijd Feyenoord-Heracles. Prachtige poëtische zin meteen al. Shirt, overtreding, penalty, ik zeg Kuit. Ik zeg Kuit, bam, ga voor de hat-trick. Hoor je dat? Er zit een ritme in, is muzikaal. Ik zeg, gooi er een mooie melodie overheen. Breng het, driestemmig, en je wordt zo elfde op een songfestival. Dat is echt prachtig. En dat doet hij niet voor niets, Frank Snoeks, want hij is bij deze kampioenswedstrijd niet zomaar bezig met een voetbalverslag. Nee, hij heeft artistieke aspiraties. Mooier kan het niet. Op de eerste bladzijde al meteen van dit jongensboek het doelpunt van Dirk Kuit. Nou, hoe heet het? Een jongensboek. Ja. Hij schrijft gewoon een jongensboek. De avonturen van Dirk Kuit. Kippenvel in de Kuip, magie aan de Maas. Tijdens Feyenoord Heracles gaat Frank Snoeks voor de literatuur. Een prachtige roman vol prachtige stijlfiguren. Dat heeft hij voor ogen. Het doelpunt voor de eeuwigheid had hij het over. Wedstrijden worden gewonnen door doelpunten. Kampioenschappen worden gewonnen op het middenveld. Dat soort zinnen, zei hij. En een van die stijlfiguren die hij gebruikt is mijn woord van het weekend. De hat-trick. De hat-trick. Niet alleen heel mooi in het voetbal. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Eigenlijk liefst in 1 helft. Ja. Komt uit het cricket overigens. Hè? Dat je bij 3 opeenvolgende scores een nieuwe hoed kreeg vroeger. Dan had je, dat je een hoedtruc deed, een hat-trick. Allemaal mooi. Maar ook als literaire stijlfiguur is een hat-trick iets om mee te scoren. Een drieslag heet dat dan. Hè? Tak, tak en tak. Bloed, zweet en tranen. Lisa, Amy en Shelley. Locatie, drukte en gedrag, hoorden we net meneer Zanoni zeggen. En gisteren ook rond de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Goedemiddag en welkom vanuit de Kuip, de voetbaltempel van Nederland, waar de hoop de afgelopen 18 jaar het enige was. Waar supporters zich aan vast konden klampen. Hoop op betere tijden, hoop op succes en hoop op de eerste landstitel sinds 1999. Ja, je hoort hem weer, hè? Dat is 3 keer hoop. Op betere tijden, succes en op de titel. Dat is een literaire hat-trick. En dat hoorden we gisteren vaker. En opnieuw is het de aanvoerder. Het is zijn dag. Het is zijn dag. Het is alleen maar zijn dag. Dirk Kuit. Ja, 3 vrijwel identieke zinnen nu. Achter elkaar. Zijn dag, alleen maar zijn dag. Dat wordt een geweldig jongensboek, dat van Dirk Kuit. Nou, hoewel, een jongensboek, mevrouw Olvers. Waarom zou het alleen maar een jongensboek ja, ik moet ineens denken aan Schippers van de Chameleon of zo van vroeger. En dan stond dan ook op de achterkant van die flap, weet ik nog, omdat mijn zusje daar uit een brief over heeft geschreven, van dat het alleen voor jongens was, het jongensboek. Ja, dit is een jongensfeest. Maar dat is nu achterhaald. Er worden ontzettend veel meisjes doen ook aan voetbal. Waarom zou het niet gewoon ook een meisjesboek kunnen zijn? Ja, het is een meisjesboek, maar voetballer worden, denk ik dat het toch voor heel veel mensen toch wel een jongensdroom is. Ik denk ook als je een voetballer moet tekenen en dat aan de gemiddelde mens zou vragen dat ze dan een man tekenen. Ja. Ongeacht dat het vrouwenvoetbal nu verschrikkelijk populair is. Ja, en we natuurlijk een prachtig EK gaan krijgen. En hele mooie meiden hebben. Mooi bedoel ik in de zin van goede voetballers. Dus ja. Maar het is nog steeds onze werkelijkheid. En nou, of zoals Frank Snoeks het zei gisteren, de werkelijkheid laat zich niet schrijven. De werkelijkheid schrijft zichzelf. Nou, dat is toch mooi. Dat schreef hij overigens in het toekomstige boek De Wonderlijke Wedstrijd van Kuit uit Katwijk. Wat een verhaal. Wat een dag, wat een eerste minuut. Ja, was weer een hat-trick. Ja. Weer een hat-trick. Verhaal, dag, eerste minuut. Tak, tak, tak. Een drieslag. En dan de hoofdrolspeler zelf, de protagonist van het verhaal. De blonde held op de cover. Wat vond hij ervan? Nou, Dirk Kuit reageerde als een absolute eindbaas. Dirk werd er gezegd, je scoort 3 doelpunten. Dit is jouw titel. En wat zegt Dirk dan? Dit is de titel van Feyenoord. Van al die duizenden mensen die hier zijn in Ahoy, op de Coolsingel. Hij is van ons allemaal. Ja, in zijn antwoord scoort Dirk opnieuw een hat-trick. De titel is van Feyenoord, van alle mensen hier, van allemaal. Sterker nog, hij zegt van alle mensen hier, in Ahoy en op de Coolsingel. Met andere woorden, hij scoort een hat-trick binnen zijn hat-trick. Hij scoort een dubbele hat-trick. En dat is een truc. Nou, daar neem ik mijn hoed namens het voltallige taalteam diep vooraf. Ik zeg, kopen dat jongensboek. Het wordt een absoluut meesterwerk.